Hallo lieve mensen, het Mega Janneman hier. Leuk dat je kijkt. Ik ben niet alleen, ik heb een speciale gast, Renzo. Hallo. Hallo Renzo. Hier ben ik. Hier. Ja, ik zie je. Oké, okay, je draait altijd weg. Ja, ik heb de camerapositie anders. Oké. Okay. Ja. Waar ga jij heen? Ja. Wat gaan we doen, Renzo? Ja, wat gaan we doen? Volgens mij heb jij een mapje uitgezocht die je met mij wilde gaan spelen. Oh ja, Monstrosity. Monstrosity? Ja, van Cold Fusion Games. Dat weet jij. Ja, ze willen graag dat ik dat zeg, dus ik zeg het nog een keer. Cold Fusion Games. Of Cold Fusion Gaming, dat kan ook. Ik heb niet goed gelezen. Sorry dan. Maar ik spreek het gewoon uit op zijn Nederlands. Cold Fusion Game. Klinkt hartstikke goed. Ja. Nou, dit is dus een survival map. Wat was het? Een avontuurtje, toch? Een adventure map. Een survival adventure. Soort van. Complete the Monument. Ja, dus dit is onze opdracht zeker, of niet? Ik denk het. Nou. Difficulty selection. Ja. Ja, to the left, dat is daar. Oh ja. Oh, deze heb ik... Dit is het. Clouds off. Deze heb jij niet eerder gelezen, wou je zeggen. Nee. Nou, we zijn hier inderdaad al eerder geweest om even te testen. Ja. Want met geluid en met beeld en met opnemen en dat soort dingen. En of het wat voor ons is. Nou, dat gaan we nog zien, denk ik. Ja. Clouds off. Nou, die zie ik niet. Dat zal wel goed zijn. Daar had ik dus de vorige keer nog wel over. Met clouds off. Die zitten wel in de weg als je die... Als je die on hebt. Ja. Mm-hmm. Render distance chunks 12. Ja. Nou, dat heb ik. Een standaard, hè. Ja, ik check dat ook nog even gauw. Graphics fancy. Heb ik. Ik heb de smooth lighting op 100 staan. Dat is max. Maar ik heb de brightness ook op bright, maar dat doen we voor YouTube. Oké. Okay. Ja, ik heb hem op 50%. Ja, nou ja. Smooth lighting, oké. Okay. Nou, ziet er super uit, denk ik. Toch? Ja. Ja. En dit ook hieronder trouwens. Heb je al een wat? Hieronder. Wow. Ja, joh. Is dit, ja. Hey, kennen we dit? Nou, dat zou best eens kunnen. Ja. Mm-hmm. En zie ik hier dat knop? Dat is de startknop. Nou, dan gaan we niet. Heb je al een difficulty gekozen? Nee. Gaan we de death counter aanzetten? Ja, kijk. De faction death counter. Oeh. Nou. Die is trouwens vernoemd naar Fax. Fax? Fax. Welke Fax? Nou, de Fax van andere mappen. Die maakt ook dit soort mappen. Oké. Okay. Die is er een beetje mee begonnen. Geloof ik. Die heeft ooit een plugin geschreven voor een death counter of zo. Nee, die maakt dit soort mappen. Precies, oké. Okay. Ja, en hij heeft ook een YouTube kanaal, Fax. Is het leuk? Hij is een beetje raar. Oh. Maar op zich is dat ook wel weer leuk. Nou, raar is meestal wel leuk, denk ik. Ja. Oké. Okay. Nou, welke difficulty gaan we spelen? Ja. Is het enige wat het verandert is de optie difficulty, toch? Nou, je kunt kiezen uit easy, normaal en hard. Nou, hard valt af. Hard valt af. Ja. Want dan moeten we heel veel eten en zo. Mm-hmm. En ik ben nu alweer 2 kwijt. Alleen van rondrennen. Precies. Noobs. Wij zijn noobs. Behoorlijk. Dan kom je bij groen uit. Ja. Ik heb eigenlijk het gevoel dat we hier moeten zijn. Hier zou een knop moeten zitten. Ja. Als we ze allebei tegelijk indrukken dan. Zullen we dat doen? Doe jij de rechter, doe ik de linker, maar dan andersom. Tel je dat... Tel je van 3 naar 1 en dan klikken we op de 0 of op de 1? We klikken op de 0. Oké. Okay. 3, 2, 1, klik. Nou, dat is best spannend. Ja, nu weten we het niet. Nee. Oké, okay. Nou, maakt niet uit. Ik gok dat die op easy staat, want ik klik dus laatst volgens mij. Oh ja, want ik wist natuurlijk wanneer ik moest gaan klikken. Hier staat nog een kistje met voer. Ik haal daar 4 uit. Oh, cool. Ja. Gouden wortels. Dat is altijd lekker. Ja, nou. Ik ben ergens. Ik ook. Is dat er weer een kistje? Ja. Oh. Nou, oeh. Ik wil niet lullig doen, maar toen wij testen was jij ook onzichtbaar. Ja. Nu weer. Echt waar? Mm-hmm. Ja, dus ik kan nu in je hoofd gaan staan zonder dat je het door hebt. Ja, ga eens uit mijn hoofd, jongen. Ik heb dat nee, dat, ik zit helemaal niet in je hoofd. Echt hè? Wel. Kom erbij. Wacht maar eens even.
Oké, ga je eruit. Nou. Nah. Hey, welkom terug. Hey, Renzo. Nu zie je mij wel, neem ik aan. Oké. Oké, hey. Corrections. Die heb ik nog niet gezien. A map made with evil and no love. Dat klinkt goed. Only corruption and fear it is of. Jongen. Though the far horizon may seem bright, and the end monstrosity you must fight. Nou, dat is heel veel. Ik ga het niet allemaal doorlezen. Niet? Nou, niet voorlezen, denk ik. Want dan zijn we een half uur verder. Oké. Wij moeten de core array vinden. Ja. Die zitten in... Cores, ja. Find cores and chests. Do not use materials from the environment to complete the core array. Dus we moeten ze echt vinden. Oké. En er schijnen ook nog optionele objectives te zijn. Doelen. En dat zijn mineral blocks. Die moeten we ook... Mineral blocks? Ja. Is dat, is dat dan een blok ijzer bijvoorbeeld? Ik denk dat het een gewoon zo'n standaard ijzerblok is die je opgraaft. Ja. Ja, en diamant, dan zou je die met Silk Touch moeten doen. Of in een kistje vinden. Ja. Geen mods, geen cheats, geen hacks. Nou, dat klinkt logisch. Do not move existing nor create new ender chests. Oké. Doe dat klein om to the map ceiling, backstory. Nou, leuk. Daar komen we wel uit. Hé, hey, heb jij een trap gepikt? Nou, kijk eens. Kijk eens naar mij. Ik wacht, ik kom... Hallo. Hier is een trap. Hier is een trap, hallo. Oh. Hey. Hier is een trap. En dan verdwijnen alleen glazen ineens. Ja, dat doe ik. Gisteren hebben we heel vaak een scheve trap op. Ja, dat was heel erg dom. Ik besef me nu eigenlijk dat het best wel handig is om een rechte trap te maken. Ja, ik keek dat stukje terug. En toen dacht ik, wat stopt? Er zit gewoon glas boven, dat sla je stuk. Ja. Maar goed. Kan ik ook helpen met deze kapotslag? Dat weet ik niet, het gaat vast niet twee keer zo snel. Volgens mij wel. Ja? Zie je namelijk die textures twee keer veranderen? Oh ja, misschien wel. Hé, hey, een helm. En een wie broek. Gaat de helm doen? Die... En wie doet... Nou, dan doe ik de helm. Ja, ik doe het leren broekje. En ik neem lekker fout. Ik neem 8 fakkeltjes mee. 8 fakkeltjes? Mag jij ook... Dat weet ik ook wel. Ja, daar zit er nog wat in. Oké, okay. Cool. Ik heb 2 blokjes hout. Wil jij ook 1 blokje hout? Nee. Heb ik hier mind? Nou, dan krijg je hem toch. Ik heb hem goed. Yes. Jij krijgt wel een achievement. Nou. Jij niet dan? Oh, ik had hem wel. Ja, ja, je hebt hem ook. Oké. Schilderij, heel belangrijk. Ja. Ik weet het niet hoor. Ik vind het hier wel eng. Ja. Het zit allemaal gaten in de grond. Ja, zullen we ergens hout opzoeken? Ja. Om een crafting table en misschien een pickaxe te maken of zo? Nou. Oh ja, dat is hout, ja. Ja, in het huisje zit hout. Ja. Ja. En dan is het kistjes zoeken en zo, hè? Gaan we ook een plekje zoeken om even... Een basis. Tot rust te komen, zeg maar. Ja. Staan we op easy nu, of niet? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij spawnen er geen mobs, namelijk. Oh, jawel hoor. Er loopt hier een creeper. Oh. Echt? Ja, ik ren er nu voor weg. En oh, ik hoor ook een zombie. Gevonden. En broodjes heb ik gevonden. Oh, ja, ja, ja. Ik heb mijn pickaxe gevonden. Van het merkje Spellcast. Ah. En ik ga over de Skybridge. Hey. Ik heb hier een chicken zombie. Zombie chicken zombie. Zo'n kleintje op een... Oh, op een kip. Een kleintje op een kip, ja. Ja, maar daar hebben we ook een kip. Dan hebben we een kip. Waar ga je heen, kip? Flikker niet in de lava, jongen. Ik maak je helemaal kapot als je dat gaat doen. Sluit hem op, ergens. Ja, maar die gaat ook despawnen, toch of niet? Ja. Ja. Dan moeten we een name tag erop zetten. Ik denk niet dat dat een optie is. Oh, maar trouwens, nee, kippen spawnen niet zeker. Nee, waarschijnlijk niet. Omdat het nu gewoon een kip is en niet meer een... Zombie kip. Hem op. Maar hoe groot... Ja, maar 1 kip is genoeg voor een bult, hè? Ja, een kip laat een ei. Ja. En die gooit op de grond en dan heb je kans op nog een kip. Mm-hmm. Is dit een boog met flame? Ja, oh, dat is helemaal niet fijn. Waarom is dat niet fijn? Nou, dan vliegt alles in de fik wat je schiet. En dat loopt dan tegen je aan en dan sta je in de fik. Oh ja. Ik denk dat er heel veel andere dingen zijn die ervoor zorgen dat je in de fik staat in deze map. Ja, dat zou best kunnen.
Oké, ik ben weer terug bij ons beginnetje. Af? Nou ja, af niet. Nee, ik heb nog een kistje gevonden. En daar zat een... wat zat erin? Een pickaxe. Ja, dat is met dat is zo'n spelkaster ding, daar had ik gezegd. En een paar broodjes. Dus als je zegt, hey, ik heb echt superveel honger. Ik heb een paar broodjes. Oh nee, ik heb geen last. Oké. Heb je ook iets tegen winderigheid? Als ik het ruik wel, ja. Oh. Hey, met dat bedoelde ik helemaal niet. Oké. Dit is ons beginding. Zullen we dit huisje hier claimen of zo? Is dit ons huisje? Hé, hey, er is ook een skybridge. Ja. Hé. Hey. Daar ben ik over heen aan het lopen. Kijk. Hallo. Hallo. Hé. Hey. Met mijn foute leren broekje aan. Kijk, hier is een mooi hokje. Ja, en er staat een oven. Ja. En nog een kist. Wow, en een heel diep gat met allemaal enge dingen. Ja. Oh, hier staat echt heel... Huh? Huh? Hebben we dat gisteren ook gevonden? Ja. Dat heb ik. Ja, aflevering 2. Zeg maar. Aflevering 2? Ja. Toen waren we al een uur bezig geweest. Ja, zoiets. Oh, een Enderman. Pas op. Ja. Nou, ik denk dat de kijkers blij moeten zijn dat ze niet zien wat we gisteren hebben gedaan. Want dat was verschrikkelijk. Ja. Wij doen dat nu al beter. En we hebben nog niks gedaan. Kan je nagaan. We zijn er niet eens een keer dood gegaan. Nee. Dat is wel heel saai misschien. Ja. Kijk, een meloen. 3 meloenen. 3 meloenen? Ja. Meloenen, meloenen, meloenen. Oh, wat zei ik nou? Jij zei meloenen, meloenen, meloenen. Ja. Ja. Dat is niet, niet netjes eigenlijk. Nou ja, het ligt aan wat je bedoelt. Ja. Oh. Nou, wat ik zeg klopt niet, want je had het over 3 meloenen. Ja. Maar als ik 3 keer zeg meloenen, 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 dan kan het natuurlijk niet. Of verklaar u nader. Nou, dat het 3 keer meloenen zeggen is natuurlijk niet 3 keer 1 meloen. Want dan moet je meloen zeggen, niet meloenen. Oh nee, klopt. Dus het zou minimaal 6 zijn. Ja. Ja. Hé, hey, ik heb een setje ladders en een axe. Dus ik kan heel mooi dit hout even weghakken. Hij zou wel op easy staan, of niet? Ja, dat denk ik wel. Want hier is gebeurd bijna niks. Nee, daar staat een creepertje. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk, dat stelt niet zoveel voor, een creepertje. Nee. Ik vind het ook een beetje saai zo eigenlijk. Ja, hallo. Heb je dat kistje daarboven al gezien? Ja, die is leeg. Ja, die is leeg. Daar heb ik hoe heet dat? Een bijltje uitgehaald. Ah. Wil jij een pickaxe hebben? Kijk. Nou, ja, mag wel. Kijk, daar ligt hij. Achter de, ja. Kijk. Want dan kunnen we de taken een beetje verdelen. Oh, ja. Ik heb schep. Ah. En axe. Als jij dan pickaxe hebt, dan zijn we allebei blij. Ik heb een pickaxe. En een boog. En een boog. En ik heb nog een pickaxe, die zit hierin. En een Unbreaking 3 boek. Cool. Laat ik er even in zitten. Je moet kistje ook even mee. Oh. Er komt een... Oh. Ja. Niks gezien. Oké. Okay. Er gluurt iemand naar mij. Oeh. Ja, ik zie hem. Volgens mij wil hij gewoon een boek lezen hoor. Dat zou kunnen. Oeh, hier is ook iemand. Hoor je hem? Ja, ik heb hier ook iemand. Ik leef nog. Ik ook. Lief dat je het even vraagt ook. Nou ja, ik zie niks in beeld. Oh nee. We hebben wel zombievlees nodig, ben ik bang. Ja, maar ik heb ook een bloem. Oh ja. Ik heb 3 broden. Maar ik heb geen hoe. Geen hoe. Ik heb wel veel hout. Zullen we ons... ergens settelen? Ja. Pas op. Ik wil die tools niet verspillen aan deze zombie. Oh. Ja, precies. Gewoon met kisten en blokken hout slaan. Ja joh, uiteindelijk gaat zo'n beest ook dood. Of ja. Kijk eens aan. Eigenlijk is het gewoon een mens. Kijk. Mens, ja. Eigenlijk wel. Een oud mens. Ik heb 2 zaadjes. Oeh. Gaaf. Ik maak een werkbank. Vind je niet dat we hem nog even op normal moeten zetten, of niet? Ja, misschien moet dat wel. Ja, hè? Ja. Als ik nou eens een kistje neerzet ergens waar we ons gaan settelen. Bijvoorbeeld, wat is het? Waar hadden we het
wat is handig? Gewoon waar we zijn gespannen, denk ik. Dat wel een mooi plekje is om spullen te bewaren en zo. Bij dat glazen ding. Ja. Ja. Ho, ik wil een ho, niet een... Nee. Als een... Tada! Hey. Team to farm. Even kijken, we kunnen gewoon slash difficult in toetsen, toch? Is het zo? Peaceful, easy, normal. Set game difficult to normal. Hup. Ja. Ja, dat denk ik. Maar wat we net hadden, was dat easy dan? Ja, dat kon ik niet zien. Nee. Dat kon ik niet zien. 1, 2, 3. Dan moet ik nog een paar blokken hebben. Dus kijken wat er nu gaat gebeuren. Nou, weet je wat ik doe? Ik gooi even allemaal spullen in de kist. Ja. En dan spring ik even in de lava. Oké, dat kan ook. En dan klik ik even op die knop en dan kom ik weer terug. Ja. Dan sla ik deze zombie wel van mij af. Geronimo. Ja. Oh, ben jij een zombie? Nee. Want hier sloeg ik net een zombie in het water. Spet op je te water? Of in, niet in het water, in het lava. Ja. Nou, ik was het niet. Dus jij bent nu weer op de spawn en dat ga je dat... Ik heb een knop ingedrukt. Oké. Okay. Misschien moeten we uit inloggen? Weet ik niet. Zou dat zo zijn, denk je? Nee, volgens mij niet, maar dat kunnen we even proberen. Nou, ik ben nu gespawnd. Ik hoor direct een Enderman en een zombie. Even kijken, staat het ook op F3? Ik zie het niet staan. Oh. Ik hoor wel een zombie. Nee, ik zie het ook niet staan. Ik hoor inderdaad ook ineens mobs. Ja, daar komt meer aan. Ik denk dat het veranderd is. Ja, ik denk het ook. Ik vind het nu al eng. Ik ook. Hadden we dit dan moeten doen? Ja, dat moeten we doen. Ja. Kan niet anders. Oké, ik maak een... Tippel de crafting. Oh jee. Alles is weer vastgelegd. Oh ja. Woehoe. Nou, hier staat een crafting table bij ons begin. We kunnen natuurlijk mooi gebruik maken van die sky bridges. Ja. Dan kun je best wel ver komen. Soms. Hij is dood. Is hier nog een skybridge? Ja, hier zit nog een skybridge. Dit is wel een goed idee, die skybridges gebruiken. Ja. Want die nee, tering! Wat? Ik let helemaal niet op. Ik keek op naar die zombie die jou achtervolgt. Ah, nu ben ik allemaal mijn goede speel weer kwijt. Nou ja, goede speel. Ah, hoe goed was het? Semi-goed. Semi-goed. Had je alle meloenen? Ik heb net wat geplant. Ik had 3 geplant. Oké. Dus, want je was met een hoe bezig. Dus ja, dat was allemaal gebeurd. En... Oké. Het was wel weer heel dom. Nou, het scheelt dat je dat al gepland hebt. Ja, het had erger gekund. En je bent misschien nog een leuke... Ja, wat ben je nog kwijt? Een pik. Ja. Maar ik had ook een pik in het kistje laten zitten, dus die ben ik niet kwijt. Oh, precies. Ja, die zijn gewoon te veel gaten hier. Ja, veel te veel. Ik heb al een paar dichtgemaakt ook nog. Oké. Okay. Kunnen mobs bij een liana klimmen? Nee. Nee, toch? Nee, ze kunnen er niet eens doorheen kijken. Nee, precies. Hup. Volgens mij is het tijd om wat vakkertjes te gaan plaatsen. Ja, misschien wel. Het voordeel aan die gaten is wel dat ze veel dicht geven. Mm-hmm. Nou, ik dicht wel een paar af. Ja. Ik wil mijn XP terug. Ik wil mijn XP terug. Dankjewel. Ziet er, zag er leuk uit. Ja, hè? Vermakelijk, ja. Ja, oh, pak jij die even? Ja, ik denk het. Ik heb het gevoel dat ik hier heel veel hartjes mee ga verliezen. Dat zou best kunnen. Dan pak ik deze zombie die van de andere kant komt. Hé, hey, ik heb een... Boog? Een bot. Een bot. Sla hem. Met een bot? Ja, waarom niet? Wees eens bot. Botactie. Yes. Ja, hij is gevallen. Oh nee, ons kostbare vlees. Ja. Dat is waar. Maar
Hij is wel dood. Ja, dat scheelt. Oké. Okay. Nou, in dat kistje bij ons nou, huisje, zeg maar, waar we zijn gespawnd, ja, zit nu best wel veel hout. Oké, okay, dat is wel goed, denk ik. Dus dat is niet het huisje, dat is dat huisje. Dit, hier. Daar. Dat noem jij een huisje, dit. Nou ja, onze ruïne, hè? Ja. Oh ja, en de sky bridges hier. Ja, die kun je alle kanten op. Waar zijn we eerst naartoe? Nou, ik weet niet, dat groene ding. Daar, want dat is dichtbij. Die grote? Ja, die grote daar. Ik heb wel mijn fakkeltjes opgemaakt. Oh, nou ja, dat geeft niet. Ik ben mijn fakkeltjes kwijt. Ik heb ook helemaal niks. We hadden hout, toch? Ja, daar is. Dan maak ik eerst nog even een bijl. Oké. Okay. Of zo. Ik heb een bijl. Maar ik niet. Of een zwaard, of hoe heet het? Een zwaard wou ik maken. Kijk, hè? Time to strike. Kijk eens aan. Time to mine. Nou. Meer hebben we niet nodig eigenlijk. Wat ben je aan het klikken, joh? Hou eens op. Sorry hoor. Ik probeer alleen maar een zombie te killen hier. Oh nee, dat is het goed. Ik krijg gewoon geen vlees van. Tjonge, jonge, jonge. Oh, oeh, oeh, oeh. Wat doe je? Volgens mij sloeg mijn hart een tikje over. Hier zat wel glas boven. Oh, dat scheelt een stuk. Nou, leuk. Ik heb ook een schep. Ah. Ja, een leuke schep ook. Mooie. Denk erom. Hier zit ook glas boven. Ja, dat is toch flauw, hè? Enig had wel glas, andere gat niet. Ja, we zijn gewoon even vergeten, toch? Maar dat zou kunnen. Volgens mij is dat gedaan om ons dood te krijgen. Nou, tot nu toe gaat het best wel goed. We zijn nog maar één keer dood en die van jou telt niet eens echt. Nee. Ik heb heel veel viezigheid. Eeuw, alweer? Je hebt wel altijd viezigheid, jongen. Ja. Dirty. Kijk, nou ben ik mijn tuintje kwijtgeraakt. Even zoeken hoor. Bij de meloenen, hè? Ja. Waar de meloenen zijn, toch? Oh ja, ik zie hem al. Die waren toch links in de hoek? Ik zie jou niet. Oh nee, dat is onze lab. Dat is ook weer iets waar ik niks aan heb. Oh, rechts. Rechts, een beetje rechts. Rechts. Ja, nu rechter. Recht doorlopen. Nee, links. Een beetje links draaien. Ja, bij die crafting table. Oh, ik zie een crafting table. In een gat. Ja, het groeit voor geen meter. Nee, maar ik heb een bot. Zo. Wow. Bedankt. gratis even niet. Helemaal een spinnetje. Kamikaze spin. Ja. Dat is de Japanse vogelspin. Ja. Hier, jongen. Je hebt een zwaard, hè? Nee, ik heb... ja, oh ja. Zit hier wat in? Waarin? Ja? Toch? Zit er wat in? Weet niet, ik hoor wel... Oh, er valt grind. Oh. Je hoort wel... Ja. Oh, shit. Oh, kijk nou. Oh. Oh, die... Oh, ja. Deze heeft een zwaard laten vallen. Nice. Ik heb hier een soort XP farm. Ja. Zolang mijn zwaard dat blijft doen. Nou, je hebt natuurlijk... Hij liet een zwaard vallen, zei je toch? Ja, maar die is... Die is nog niet opgepakt door mij. Oh zo. Nu wel. En een vleesfarm heb je natuurlijk ook dan. Ja, ik doe ook gauw het gat weer dicht. De smoldering sword. Wow. Staat ineens zo'n ding achter me. Nee, ik heb ook eentje. De smoldering sword. Maar... Ik heb het gevoel dat er nog steeds minder mobs spawnen dan eigenlijk de bedoeling is. Ja, het kan. Of we zijn gewoon beter bezig nu. Ja, dat kan ook. Wij hebben het systeem verslagen door... pro te zijn. Ja. Maar toen wij hier gisteren diepen, toen was het wel inderdaad, leek het in ieder geval drukker.
Ja, behoorlijk. Of de paniek was gewoon groter. Kan ook. Ja, of je staat zeg maar 5 minuten te wachten. Mm-hmm. Buiten, en dan is het gewoon helemaal vol. Ja. En nu is het gewoon alles wat we tegenkomen. En ondertussen vang ik ook nog een mooi helmpje. Ik heb hier ook weer een tunnel. Ja? Dat gaat dus de Intersection Tunnel. Oh, ja. En er staat een wit schaap. Wit schaap? Ja. Dus dit is wit. En dan moet hier witte wol zijn. Ja. Want dat begrijpen wij ondertussen. Nou, dat is ondertussen een beetje duidelijk geworden. Ja. Hebben we gisteren 3 uur over gedaan. Mhm. Wil je ook een helm? Oh, je hebt al een helm. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Ik heb ook redstone, dus we kunnen aan de slag. Oh, we kunnen aan... Hier zijn allemaal torches ook. Redstone torches. Oh, shit. Oh. Ja, oh, shit. Ja, nu sta ik in de fik. Ja, ik hoor het. Dat is niet tof. Nee, maar ik ben alweer uitgebrand. Ja, dan neem ik een uitbrander. Nog even een slokje koffie. Oh, ja. Ik denk dat we zo heel snel even een pauze moeten houden. Ik moet eigenlijk gewoon naar even pissen. Pissen. Aha. Okay. Nou, dat kan natuurlijk. Ja, zeker. Nou. En wat moet, dat moet, zeggen we altijd. Ja. Oh. Een enge mini-zombie. Oh, jee, ik heb hier ook allemaal problemen. Heb je onze kip nog kunnen bewaren? Dan? Nou, de kip heb ik los laten lopen. Dus als die dood gaat, gaat die dood. Maar die moet wel ergens zijn. Dus. Ja. Auw. Ja. Rotskelet. En mijn been slaapt. Dat doet ook pijn. Dat doet zeer pijn. Zeer pijn, dat is dubbel op. Heb je ook last van zeer pijn? Ja, soms. Hangt er vanaf. Ja, niet. Zeer. Nou weet je, ik ga die zwaarden ga ik toch gewoon samenvoegen. Ja, tot een regulier. Stenen zwaard. Ja. Dat is niet erg. Nee, Fire Aspect stond erop in een breaking. Nou. Ik heb hier een hele grote verzameling dirt neergelegd. Misschien kun je daar met je hoe even overheen gaan. Nou, mijn hoe is gaan zwemmen in lava. Oh ja. Nou, dat is niet erg. Nee. Dan maken we een nieuwe. Ja, en als je moet, dan moet je. Volgens mij heb ik een beter zwaard gevonden. Nou. Ja, maar ik had... Oh ja, dat hadden we al gepoot. Ja, Fire Respect 3 en Unbreaking 4. Hey. Ja, hij blies zichzelf op. Ja, ik hoor het. Plus de vloer en de grond en alles eromheen. Vloer. Oeh, wil je mij nooit meer zo laten schrikken. Had je me bijna geslagen? Nou ja, in paniek, maar ik hield gelukkig de shift-toets beet. Dus ik viel nergens heen. Nou, gaat lekker dus. Niks aan het handje. Niks aan het handje. Oké, nou, we gaan best wel goed, hè? Ja. Het valt me reuze mee. Als het vergelijkt met hoe we het gisteren deden. Ik zou iets gaan maken. Oh ja, en hoe? Ja, je zou naar het toilet. Of heb je dat al gedaan? Nee. Ik weet niet of je een po hebt. Ik heb niet een po. Oh. Ik heb het wel eens overwogen. Maar toen dacht ik, dat moet maar niet, dacht ik. Het is wel makkelijk natuurlijk. Als je gewoon zit en je kunt gewoon gaan wanneer je wil. Ja. Of incontinentieleier is natuurlijk ook een overweging. Werkt ook vaak wel. Maar, ja, toch? Ja, volgens mij wel. Ik hoor er nooit klachten over. Nee. Oh. Ga alsjeblieft dood, skeletje. Want ik heb niet zo heel veel hartjes meer. Oh, shit. Ja, ik ben dood. Ai.